Ja. Ja. Behoorlijk. Ja. Ja. Nee, ik heb geen examenstress. Ik ben een te coole kikker daarvoor. En ik ben bij elke lessen. Dus daar hoef ik mij geen zorgen om te maken. Ik ervaar geen examenstress, want ik eet genoeg ijs. Daardoor hou ik mijn hoofd koel. En dat is een goede tip voor jullie allemaal. Voor mij helpt heel erg om te gaan hardlopen of om te gaan tekenen. Dus gewoon wat voor mezelf doen en niet de hele dag door te gaan leren. Ook even met vrienden zijn of gewoon even buiten wat doen ofzo. Dat helpt voor mij hoor. Nou, ik heb vaak niet echt examenstress. Ik ga vaak gewoon wel dingen doen die ik leuk vind voor een examen. Zoals tv kijken, een beetje niks doen. Gewoon dingen die ik zelf heel leuk vind. Ik heb examenstress heel heftig ervaren. En ik ben dat allemaal gaan wegeten. En dat merkte ik vooral met mijn uniform passen, dat ik hem eerst wel paste en daarna niet meer. Aangezien ik dus best wel goed voorbereid ben, heb ik meestal geen ritueeltjes nodig om me er nog voor af te leiden. Maar ja, weet je, net zoals iedereen zal ik mijn vrije tijdsdingen doen, zoals bijvoorbeeld een Netflixje of wat dan ook. Voor mijn hogere cijfers heb ik speciale rituelen. Ik ga meestal een dag van tevoren naar Shabu Shabu in Apeldoorn. Dan ga ik me helemaal vol eten met sushi. Dat ontspant mij meer.